we zijn live. Te gek. Ik was even mijn breedste smile te oefenen. Zag je dat? Echt? Hallo, goedemiddag. Daar zijn we weer. We zijn natuurlijk deze week bezig met het kerstmenu. Zijn we aan het voorbereiden. En Sabine heeft de afgelopen 2 dagen geprept, zeg maar, aan de voorgerechten, bijgerechten. En ik ga vandaag preppen voor de hoofdgerechten. En nou, daar heb je best wel wat voor nodig vandaag. Want we doen een soort shared dining dit jaar met kerst. Dus we gaan eigenlijk 3 hoofdgerechten maken. We gaan een rosbief uit de oven maken met knoflook en rozemarijn. Dan denk je, oh, wat ligt er eigenlijk weinig? Ja, dat klopt. Want we gaan namelijk bij alle 3 de gerechten 1 saus maken. Dus die maak ik dan straks af. We gaan daarnaast ook nog lekkere kwarteltjes vullen. En dan ontwikkelen met spek. En die gaan ook in de oven dan. En dan ook met dat sausje. En we gaan een leuke hartige taartjes maken met lekkere pruimen en champignons en ik heb hier ook eekhoorntjes, brood en ricotta, gaat van alles in. Klinkt lekker. Ja, en dan als saus erbij hebben we gorgonzola saus. En dat past dus bij alle 3 de gerechten. Dus ook als je zegt thuis, nou ik ga gewoon eentje maken hiervan, dan is dat perfect. Dat kan ook. Maar wij gaan dus 3 gerechten maken, want we hebben straks een grote tafel vol. Dus dan willen we het natuurlijk wel een beetje uitpakken. En daarvoor heb ik de recepten uitgeprint. Gewoon zo via Smulweb, hartstikke handig. En ik ga beginnen met de rosbief. Zo, ik klink een beetje raar, maar ik ben een beetje verkouden. Dus voor de rest gaat het goed. Ik heb hier een rosbief van ongeveer 500 gram. Dat is een mooi verhaal deze. Die gaan we zo eens even maken. En daar ga ik wat inkepingen in maken en wat knoflook in doen. Dus in tegenstelling tot wat ik altijd doe, is het pletten van de knoflook. Ga ik nu proberen een beetje heel te houden. Want ik wil eigenlijk zo plakjes snijden ervan. Dus waar ik altijd zeg, geef er een klap op. Dit keer niet. Gaan we nu pellen met een heel groot mes. Zo. Nou, het velletje eraf. Zie je, dames, toch altijd lekkerder als je ze gewoon mag pletten in een recept. Dan ben je veel sneller klaar. Zo. En deze ook. Bovenkantje, onderkantje eraf. Oh, deze gaat iets makkelijker. Zo. Nou, en omdat het natuurlijk kerst is, pakken we ook een beetje uit. Dus we hebben vandaag weer een cadeau om weg te geven. Jee. Misschien kan je dat even laten zien. Ja. Ondertussen dat ik die knoflook aan het helpen ben. Wat staat hier voor me? Het is een cafetière van Bodem. Hartstikke gaaf ding. En daarbij krijg je een mooie bewaarbus voor je koffie. En een cadeaukaart, zodat je ook meteen lekkere koffie kan. Vulling hebt voor je koffiebus. Dus als je die wil winnen, dan dat kan. Dan kan je hieronder in de commentaar even achterlaten voor wie je hem wil winnen. Of voor jezelf. Of misschien wil je wel iemand heel blij maken. Dat kan natuurlijk ook met kerst. En dan kiezen wij iemand uit die gewonnen heeft. En pakken we het in, sturen we mee op. Dat is het idee. Want met kerst horen cadeautjes toch gewoon op de deurmat te vallen. En in de boom te verdwijnen. En, vinden we leuk. Oké. Okay. Nou, die knoflook dus ondertussen. Die snij ik in wat dikke plakken. En wat ik dan ga doen, is die rosbief een beetje inkepen. En daar pop ik dan zo'n teen tussen. Zo, en dat gaat dan echt lekker smaak geven in de rosbief. Dus ongeveer net zo diep als je knoflookteentje moet het dan een beetje natuurlijk. Ho, niet te ver. Ho, anders schiet het er aan de andere kant weer uit. Dat is niet de bedoeling. Er zijn veel mensen die de prijzen voor zichzelf willen winnen. Ja, heel goed. Dat snap ik. Dat mag best. Ik vind het ook altijd jammer dat je niet jezelf kan taggen in een wedstrijd. Weet je wel? Ja, dan moet ik iemand anders blij maken. Dus ga je gang. Het is ook voor jezelf leuk. En het is ook leuk om weer op een ja, eigenlijk ouderwetse manier koffie te zetten. Het is natuurlijk al heel lang bekend. Maar het komt er helemaal in, hè, dat ouderwetse koffie zetten. Dus zonder dat het allemaal heel snel moet. Mm-hmm. Oké, klaar. Deze gaan we even aanbraden. Het aanbraden, dat kan je alvast doen. En daarna laat je hem afkoelen, zet je hem in de koelkast. En dan morgen, als we het hele diner gaan bereiden, dan gaat hij even in de oven. Maar het aanbraden kan prima al van tevoren. Ik doe er wel wat peper op. En wat zout. Zo. En ik heb hier mijn grote vriend een pakje walnoten liggen. Dat is niet voor niks. Dat vinden we lekker. Oké.
Daar gaan we zo die rosbiefjes eventjes in leggen. En dan daarna gaat hij in de oven met ook wat takjes rozemarijn. Je kunt daar ook weer inkepingen voor maken, maar ik ga ze lekker omheen leggen. En dan met dat braadvocht zeg maar een beetje erbij, dan krijg je ook echt die geur van de rozemarijn lekker door je huis heen als je dat in de oven zet. Dus dan kan die rosbief zo meteen gewoon op. Je kunt alles tegelijk doen, dus je kunt echt al deze gerechten door elkaar maken. Ik kies ervoor om eventjes eerst de rosbief aan te braden met aandacht, zodat ik niet zo meteen een hele gare rosbief heb die ik morgen nog in de oven moet doen. Dat zou ik echt zonde vinden. Dus ik neem een beetje de tijd daarvoor om dat goed te doen. Die boter moet een beetje uitgedruist zijn. Zo. Want je wil namelijk even dicht schroeien. Dus hè, dan blijven straks met tijdens het bakken al die sapjes mooi bewaard. Zo. Tangetje. Ja, ziet er goed uit. Dit wil je horen, hè? Precies. Ja. Dus dan gaan we even op hoog vuur doen. Wat we wel vast kunnen doen is een pannetje aanzetten voor het volgende gerecht. Eigenlijk hoeft het maar heel kort. Ja, je schroeit het even dicht. Zie je, dus dat is eigenlijk al genoeg. En dat zo'n schroeirandje vind ik altijd wel lekker. Dat hoort er wel een beetje bij. Zo. Heerlijk. Hebben we het garen, dat doen we straks in de oven. Dus je hoeft het niet helemaal gaar te bakken in de pan. Dat is mooi. Zo, die kan eruit. Hoppakee. Die kan ook uit. Nou, dit is toch een schatje. Mooi, hè? Dan hoef je geen boter of iets meer in te vetten of zo in de oven. Dat kan. Je kan er een beetje olie overheen doen. Dat vind ik altijd lekker. Ik heb hier wat van die... olijfolie die we een beetje geïnfuseerd hebben met wat kruiden. En dat doe ik gewoon een beetje eroverheen. Zo. En dan, dat trekt er niet in, maar dat gaat er echt gelijk een beetje af. Dat gaat dan straks die rozemarijn een beetje vriendjes maken. Nou, deze is klaar qua preppen. Dus deze kan morgen in de oven. Deze kun je gewoon afdekken, zet je in de koelkast. Morgen haal je dan een uur voordat je hem in de oven wil doen, haal je hem eruit. Dat hij even op kamertemperatuur kan komen. En dan... gaan we hem netjes afmaken op 150 graden, ongeveer 50, 60 minuten. Dan is hij namelijk niet te snel gaar en kleurt hij mooi van buiten en blijft hij een beetje rosé van binnen. Dat is de bedoeling. Er zijn een paar mensen die net komen binnenvallen. Loesje, wat kan je vertellen wat je aan het maken bent? Nee, kan ik niet. Ja, ik ben net de kerstmenu aan het preppen. Nu de hoofdgerechten. We hebben gisteren bijgerechten gedaan en eergisteren de voorgerechten. We hebben net een rosbief even mooi aangebraden. Eerst ingesneden met een mes en eventjes een paar teentjes knoflook erin gedrukt. En nu gaan we verder met het volgende gerecht. Ik spoel af en toe eventjes wat af. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis zit, maar bij ons is ook niet de voorraad eindeloos van de spullen. Dus af en toe moet je even wat afspoelen. Ik ga nu namelijk de taartjes maken. En dat zijn een soort bladerdeegtaartjes. Met kastanjechampignons en eekhoorntjesbrood en een uitje en van alles en nog wat. Dat staat hier allemaal, zoals je ziet. Superleuk. Ik hou ook het recept er gewoon bij. Dat vind ik handig. Ik wil het niet uit mijn hoofd leren, want het is al, weet je wel, je kunt het gewoon eventjes rustig doorlezen. We hebben alles netjes opgeschreven in stappen, dus hou dat er gewoon bij. En hier staat ook dat de porcini, dat is het eekhoorntjesbrood, moest eerst geweekt worden in warm water. Nou, het is namelijk gedroogd eekhoorntjesbrood, want dat kun je niet het hele jaar door krijgen. Dus daarom drogen ze dat. En als je dat dan in heet water doet, dan wordt het mooi weer zacht. En het ruikt echt heel lekker naar paddenstoelen. Deze heb je nodig. Die gaan we fijn hakken. Ik heb ze daarna eventjes weer uit laten lekken. Als ze helemaal zacht waren. Die gaan we even fijn maken. Zo.
Dat geeft echt een mooie, ja, een beetje wilde smaak eraan. En kun je dit ook gewoon in de supermarkt kopen? Ja, dat is allemaal gedroogd, hè? Dus je kunt het gewoon in de supermarkt halen. En het is ook heerlijk in je risotto bijvoorbeeld of dingen. Je kunt het gewoon in je voorraadkast bewaren en eruit halen als je het nodig hebt. Even kijken, ik heb hier al kastanjechampignons schoongemaakt, dat had ik al even gedaan. En in plakjes gesneden. En we gaan beginnen met een uitje fruiten. Dus ik heb hier een pannetje aan staan. Beetje olie erin. Uitje erin. Zo. Lekker, dit ruikt altijd als het allerlekkerst in uitje bakken. Het is echt zo'n ding van vroeger dat je wist, oh, er wordt gekookt in de keuken. Dus eerst het uitje. Heerlijk. Heb ik ook niet heel fijn gesneden zoals je ziet. Ik hou wel van een beetje structuur. Als je dat zelf wat minder wil, snipper het dan gewoon fijner. Gaat een beetje gedroogde oregano bij. Lekker voor de smaak. Dan de knoflook erin. Ook gehakt. Even kijken. Dan de bolletjes erbij. En voor de mensen die net komen invallen, dit wordt de vulling voor het hartige taartje. Ja, we gaan een taartje maken met lekkere champignonnetjes erin en porcini, dus eekhoorntjesbrood. Zo, dit is het eekhoorntjesbrood. Ik heb het fijn gehakt. En dan gaan we straks een soort taartjes vullen. Het ziet er heel gezellig uit. Kun je dus allemaal van tevoren doen. We zijn hier aan het preppen voor je kerstmenu. Dus dit doe je echt een dag van tevoren. Dan maak je alvast alle voorbereidingen voor je hoofdgerechten. Zodat je op de eerste kerstdag of tweede kerstdag gewoon lekker rustig aan kan doen. En ook een beetje aandacht hebt voor je familie. Zo gezellig. Of met wie je dan een kerst gaat vieren. Zo. Nou, dit gaan we zo eventjes een beetje gaan staan pruttelen. Een beetje bakken nog. Stap nog een beetje wat fijner. Gaan we even terug naar de snijplank. Dat vullen aan de kant. Dan zet ik een ruimte neer. Goed, ik heb hier gedroogde pruimen. En walnootjes. Dat ga ik ook fijn snijden. Excuus. Dit heb ik dus ook de hele tijd. Ik laat het niet heel langzaam. Hoe gezellig. De camera wiebelde even, ik moest even niezen. Ja, dat kan ik ook willen. Dat is live, hè? Live TV heb je dat gewoon net gebeurd. Nou, die pruimen, die hak ik ook lekker wat fijner. Ik heb er 3 nodig. Ik heb er een paar te veel gepakt hier. Lekker. Dit zijn dus gedroogde pruimen. En deze die ik heb gehaald, die zijn al wel weer lekker zacht. Je hebt ook wel eens pruimen die zijn heel hard. Die moet je dan ook even laten wellen in wat warm water. En die kun je daarna dan droog maken. Dus even laten uitlekken en dan gebruiken. Walnootjes. Ook even mooi hakken. En wat ik al zei, ik hou wel van een beetje structuur, dus het hoeft mij niet super fijn. Ik moet best af en toe op een nootje bijten. Maar nootjes zijn het niet keihard of zo, weet je, dus dat vind ik niet erg. Nou, ziet er goed uit toch? Peterselie heb ik hier nog. Ik heb gewoon krul peterselie. Even ruiken. Platte peterselie mag ook. Ik vind dit gerecht niet erg. Hakken en we zagen wat af hier.
Maar ik vind het ook altijd wel rustgevend. In de keuken staan is voor mij echt relax. Ontspanning? Ja, heerlijk vind ik dat. Lekker rommelen. En ik hou zo'n recept ook altijd echt als leidraad. Dat is ook hartstikke goed, weet je wel. Soms dan verzin ik er zelf nog iets bij. Sta ik te komen en denk, oh, dit zou goed lekker zijn. Dat zou ik vandaag niet doen, want dan raak ik in de war misschien. Zo, even kijken. Dit zit allemaal nog goed door elkaar. Dat halen we even van het vuur af. Zo. Dan heb ik hier een balsamico azijn. Dat doe ik er overheen. Zo lekker. En dat karamelliseert eigenlijk een beetje. Het geeft meer diepte in de smaak. Heel lekker. Nou, daarbij gaan walnootjes. En de peterselie en de pruimen. Zo. Lekker, lekker, lekker. Het ruikt goed al, lekker Karin? Ja, ruikt echt heel lekker. Ja, vind ik ook. Ik ga ondertussen nog even de prijs laten zien. Oh ja, we hebben natuurlijk nog een prijs voor mensen die het invallen. We geven elke middag wat leuks weg. Dus we hebben nu een mooie cafetière hier staan. Als je nou kans wil maken op deze cafetière, die we ook nog gaan versturen. Hè? Deze week gaan we die versturen. Ja, die gaan we nog versturen voor de kerst. Voor de kerst. Nou, hartstikke leuk. Misschien wil je iemand blij maken, dan kun je taggen. Misschien wil je jezelf blij maken, dan hoef je jezelf niet te taggen. Maar laat het hieronder even weten wie jij deze cafetière gunt. Met een mooie bom erbij, zodat je ook gelijk koffie kunt halen. En wie weet, stuur hem naar jou op. Zou leuk zijn. Oh, dit ruikt zo lekker. Heerlijk. Kijk, dat is mooi hè, dit mengsel. Dus dit is de vulling voor het taartje. Ja, maar er moet nog iets bij. Ik heb hier ricotta. Dat is eigenlijk een hele jonge Italiaanse kaas. Heel zacht, zie je dat? Die gaat hier ook nog doorheen. Zo. Nou, en dit is dan voor ongeveer 6 tot 8 taartjes de vulling. Dus ik ga je nu eventjes een paar voordoen. Ik zal ze niet allemaal maken. En dan weet je thuis wat de bedoeling is. Maak het even af met een beetje zout. En een beetje peper. Zorg ervoor dat alles lekker op smaak is. Belangrijk. Zo. Nou, dit is best wel een mooi mengsel zo. Het ruikt echt super lekker. Ja, zeker. Dus die is klaar. We hebben een grotere keuken nodig. Ja. Jacqueline die vraagt, wordt de vulling niet te vochtig in het bladerdeeg? Er zit vocht in paddenstoelen, dat is absoluut waar. Maar daarom gaan we ook even gaatjes prikken erin. Zodat ook dat vocht weg kan. Dus dat je eigenlijk een soort oventje, een natuurlijk oventje maakt, zeg maar. Dat is belangrijk als je dingen gebruikt die veel vocht loslaten. Ik maak even een beetje ruimte hoor, anders gaat het allemaal niet uit. Zo, bladerdeeg heb ik hier. Monique die vraagt nog van, kan je in plaats van ricotta ook crème fraîche gebruiken? Ja, tuurlijk. Ja. Als je niet van ricotta houdt, gebruik je lekker crème fraîche. Iets smeuïgs in elk geval, ja. Zodat je het een beetje mengt en een beetje aan elkaar plakt. En Nel die geeft aan, ik wou dat ik het hier ook kon ruiken. Ja, dat is jammer hè, dat ze dat nog niet uitgevonden hebben. Dat je gewoon de geur kan overbrengen. Zijn. Lijkt me ook echt heerlijk als ik dit kan. Zo, nou, het idee is dus dat we plastic eraf halen, want dat is niet zo heel lekker. Ik heb het wel eens geprobeerd, hopelijk. Dat is niet heel fijn. Dan doen we aan de onderkant prikken we even wat gaatjes. En dat is ook om dat vocht, zeg maar, een escape te geven. Zo. Ik zie dat Wilmy Willemsen ook mee aan het kijken is. Ja. En die komt morgen natuurlijk hier genieten van dit diner. Oh ja, leuk. Hi Wilmy, gezellig dat je meekijkt. Nou, mocht er nou mensen zijn die nu ook live zitten te kijken, die zeggen, hey, ik wil eigenlijk dit menu ook wel eens proeven. Dat kan morgen. Je kan aansluiten morgenmiddag vanaf 1 uur om Loesje live het hele menu af te zien maken. Samen met Francis. En dan kun je genieten straks aan tafel. Dus mocht je het nog leuk vinden. Dan moet je je even opgeven, denk ik. Ja, moet je even opgeven. Niet allemaal tegelijk hierheen komen, want we hebben niet genoeg. Dat zou het zijn. Kijk, dit is het idee.
Je maakt dus zo'n lekker bergje van die vulling. Zo. Dan hebben we blaadje nummer 2. Ik prik trouwens eerst even in het midden een paar gaatjes in. Zo. Dan ga ik met mijn fijne motoriek even een plaatje eraf halen. Dit erop. Dan is het idee om even goed dicht te vouwen. En dan doe je met een stekertje. Zo. Maak je eigenlijk, het lijkt wel ravioli, hè? Ja. Dat is ook een keer gemaakt. Dan knijp je dat zo mooi dicht, hè? Anders dan blijft het niet goed vastzitten. Dan zou het open gaan tijdens het bakken. Dan vind ik het wel mooi, een beetje voor kerst. Gewoon een beetje. En dan zien ze ook echt dat je het zelf hebt gemaakt. Hè? In Frankrijk noemen ze dit ook wel een petit vieretje. Ja, want het is eigenlijk een taartje, maar dan een dicht taartje. Omdat je er nog deeg op doet. Lijkt wel een pastijtje, een beetje. Ja. Nou, dit is het idee. Die leg je netjes op een bakplaatje. Gaan we namelijk straks in de oven bakken, of morgen in elk geval, hè? Niet nu. En dat doen we op 225 graden en ongeveer in 20 minuten. En ik ga je morgen ook laten zien hoe je, want er moet heel veel dingen in de oven, hoe je dat dan het beste kunt doen. Want het gaat natuurlijk alles door elkaar op verschillende temperaturen. Ja, dat is niet handig, maar dat komt goed. Maar deze taartjes kun je dus makkelijk een dag van tevoren alvast maken, hoef je alleen nog maar even te bakken. Ja, inderdaad. Ja, nou, hoe handig is dat? Ja, heel handig. Zorg ervoor, weet je, maak liever koop je nog een extra pakje bladerdeeg. Maar zorg ervoor dat je niet te veel vulling in één zo'n taartje wil doen. Want het zou zonde zijn als die open schiet. En dan dat alle vulling alle kanten op gaat. Dus dan kun je beter wat extra taartjes maken dan er te veel in doen. Dus even vastplakken. Ja, je ziet ook dat ik met de plakkende kanten, zeg maar, doe ik tegen elkaar. Even uitsteken. Nou, kijk eens aan. Vulling in het midden. Het is eigenlijk gewoon een soort kind kan er wat doen, meditatie. Leuk, hè? Ja, ziet er wel vrolijk uit, zo. Ja. Ik maak nog een beetje van die draadjes. Dat vind ik leuk. Ik hou ervan dat het een beetje ribbeltjes heeft. Nou, en wat je dan doet, je maakt dus een hele bakplaat vol. En dan die kun je gewoon in de koelkast bewaren. Als je ze gaat bakken, dan pas doen we er ei overheen. Ik had die al nog even klaarstaan. Maar voordat ze de oven ingaat, bestrijken we deze met ei. En dan krijgen ze zo'n mooi glimmend bovenkantje. En dat doen we dus morgen. Dat was al gerecht 2. Het ging best snel, toch? Ja. Precies. Nou, dan moet ik maar even de dingetjes aan de kant leggen. Anders kan ik jullie het volgende gerecht laten zien. Maar dat is wel heel speciaal. We gaan namelijk kwarteltjes vullen. Oeh. Ja, dat is echt heel leuk. Ze liggen hier vooraan. Mandy die vraagt nog, is dit een voorgerecht of een bolhapje? Dit kan je natuurlijk als voorgerechtje doen, maar wij hebben hem als hoofdgerechtje gedaan. Hè? Ja, klopt. Ja, wij hebben dus gekozen voor het concept shared dining. En dat betekent dat we het leuk vonden om een aantal hoofdgerechten te maken. En dan kun je van alles wat proeven. Even bakboelen, wat belangrijk voor het volgende gerecht. En wat dus leuk is aan dit gerecht is dat er een aantal dingen ingaan die we ook hebben gebruikt bij de taartjes. Dus mocht je nou een vegetariër zijn en of je hebt een paar vegetariërs en een paar mensen die vlees willen eten, dan kun je dat heel makkelijk maken, want die vulling is bijna hetzelfde. Dus dat heb je dan toch al in huis. Ja, dat is wel leuk omdat je dan toch een beetje nog hetzelfde eet. Ja, inderdaad. Even kijken. We need een recept. Lijkt me fijn. Nou, we gaan weer een uitje fruiten. Dat doen we weer in een pan met een beetje olijfolie. Zet het pannetje vast aan. Ik heb de ui alweer gesneden. Want ik dacht, ja, dat is wel leuk om te zien. Maar waarom zouden we eigenlijk, hè? Dat weten jullie ondertussen wel. Hoe wij hier uien snijden. Zo. Deze doe ik er vast bij. En een beetje oregano weer. Nou, dan heb je hem weer. Zo.
Dat laten we even pruttelen. En dan gaan we ook daar zo meteen weer een beetje balsamico in doen. Maar geen kastanje, champignonnetjes en zo. Dat doen we er niet in. Wel weer pruimen en noten. Dus die gaan weer hakken. En dan wordt het straks leuk, want dan ga ik laten zien hoe de kwartjes in elkaar zitten. En wat we daarmee gaan doen. Kwartel is natuurlijk niet zo'n groot vogeltje. Niet zoals de cocoon van vanochtend? Nee, nee, die cocoon was echt een maatje groter, hè? Zo. Nou, dat is ietsje delicater, dus ik snijd het ietsje fijner. Maar nog steeds wel met wat structuur, vind ik lekker. Pruimpjes. Ook echt heel kerstig, hè, pruimen. Ja, dat vind ik ook inderdaad echt een kerstsmaak. Het komt echt nooit op tafel. Pruimen saus of iets. Ja. Of een tutti frutti of dat soort dingen. Dat is echt een kerstding. Als je zo hakt, ga dan niet zo staan en dan hakken. Want dan zijn je vingers waarschijnlijk verklos. Maar hou gewoon je mes aan de bovenkant vast. Dan weet je in elk geval zeker dat hij nergens in de buurt is bij dat scherpe kantje van je mes. Nou, ziet er goed uit. Uitje begint lekker te geuren. Heerlijk. Vera die zegt, ik ruik de ui hier, want haar huisgenootje staat ook te koken. Oh, goed. Je hebt die geurbeleving er wel een beetje bij. Nou Vera, ik ben benieuwd wat je huisgenoot gaat maken. Is die misschien ook al aan het oefenen voor kerst? Dan heb je nog wel een lekker maaltje vanavond. Super mooi. Daar gaan wij dus. De walnootjes. De pruimen. Iets meer pakken. Yes. Zo. Een beetje peperzout weer. En die balsamico schuitje. We gaan straks ook de recepten weer laten zien hierboven in de link. En dan zie je ook echt de exacte aantallen. Dus als je denkt, oh, scheutjes en ongeveer dit. Het staat allemaal gewoon netjes beschreven, dus geen paniek. En als je wel volkomen op jezelf vertrouwt, zal dit natuurlijk. Dat doe je het lekker uit in onze post, dat kan ook. Zo, nou. Klaar. Dit was makkelijk, hè? Dit is dus de vulling voor de kwartel. Ja, dat is de vulling voor de kwartel. Die ga ik er nu even bij pakken. Ik heb een snijplankje, een andere. Ik heb hier ontbijtspek. Gewoon rechte plakjes ontbijtspek. En nou kun je dus bij de supermarkt die kwartjes kopen. En je kunt ze dus zo kopen, dan zitten ze met z'n tweeën in een doosje, heel gezellig. Je kunt ze ook kopen zonder karkasje erin. Want kijk, hierin zit echt nog dat hele diertje, zeg maar. Oh ja. En die hadden wij dus ook. Ik heb ze zelf even uit elkaar gehaald, want ik weet toevallig hoe dat moet. Dus ik heb eigenlijk het karkasje er helemaal uitgesneden. Oh ja. Zie je, daar hier zat het. En je ziet al, er zit niet veel vlees aan zo'n karteltje. Nee. Dus het is echt een mooi gerechtje. Straks met die bijgerechten dan, en de andere leuke dingen op tafel, dan heb je echt een volledige maaltijd. Zo, nou, wat dan het idee is. Is om die spek neer te leggen. Ga weer een vlechtwerkje maken? Nee, ik ga nog geen vlecht vandaag. Maar je zag al wel dat ook dit diertje heeft niet zoveel vet van zichzelf. En dan wil ik eigenlijk gewoon ook weer een beschermlaagje creëren voor in de oven. Want dan gaan we straks in de oven bereiden. Nou, dan heb je dus zo'n kwarteltje. Wat dan het idee is, is om een beetje vulling te pakken. Kijk, dit is zo handig. Om het zo in te leggen. Dan dat beestje een beetje zo weer op te rollen. En die leggen we dan op het spek. En dan rollen we hem eigenlijk door in het spek.
Lekker vieren. Zo. Zo, die pootjes laat ik eruit. Dat vind ik wel grappig. En die kunnen ook iets meer hebben, hè? Want die, er zit nog een bordje in, er zit ook wat meer vet in. Ja. Die gaat zo, hups, in de oven. Ik zal het nog een keertje laten zien. En zou je dan dat peper en zout zetten, dat je een beetje aan de kant kunnen? Ja, kunnen ze tuurlijk. Sorry. Dan moest ik een beetje met de camera zo omheen. Omheen fietsen, ja. Nu kunnen we het goed zien. Oké, dus weer spek. Ik heb hier wat smalle reepjes spek, dus ik gebruik 3 reepjes. Maar zorg er gewoon voor dat in elk geval dat lijfje van die kwartel erin past. Dus als je wat bredere plak hebt, kun je ook 2 plakken gebruiken. Oké, volgende. Zie je, dus ik heb wel de pootjes erin gelaten, wel de vleugeltjes eraf gehaald en het nekje. Dus als je dat zelf ook kan, kan je het leuk doen. En alles geest is ook gewoon zonder karkasje kopen. Dus laat je daar niet door tegenhouden. Rol het hele verhaal erop. Nou, dit is leuk. Die kwarteltjes die hebben eigenlijk niet zo lang nodig. Die gaan echt 20 minuutjes in de oven. Ongeveer. Nou. Sorry, ik loop het even met je te rommelen. Ook dat hoort erbij. Zo, kwartel met de jas aan. Het ziet er wel gezellig uit, toch? Zie je niet? Ja. Zullen we er nog eentje doen gewoon? Nog eentje. Kan? Ik heb er nog eentje liggen, dus doen we dat. Nou, wat nou het idee is, is dat je die kwarteltjes in de oven zet. Ongeveer 20 minuten, dan zijn ze klaar. Want omdat het dus maar zo'n klein vogeltje is, heeft het niet zo lang nodig. En dit kan je dus ook van tevoren al doen? Ja, dag van tevoren. Dus ik laat nu zien echt de prepping. Dus dit kan je ook een dag van tevoren allemaal doen. Dan rol je het allemaal in, dan heb je dat gewoon gedaan. Schenk een lekker glaasje wijn voor jezelf. Kijk je tevreden naar al je voorbereidingen. En laat je vooral iemand anders je keuken opruimen. Dat zou ik doen. Ik zal gewoon even roepen. Joe, ik ben klaar met koken. De opruimploeg kan beginnen. En vooral ook tijdens het hele kerstdiner verder blijven zitten. Hè? Want de afwas wordt dan gedaan toch door de mensen die niet koken. Bij mij gaat dat wel zo, meestal. Zo, laatste. Nou, je kunt het dus als je voor 6 personen bezig bent, maak je dus 6 van die leuke beestjes, hè? Dat snap ik. Zo. Hoe vind je ze? Ja, ziet er leuk uit zo. Mooi, hè? Dan kun je wel weer voor de dag komen met kerst. Nou, dan hebben we dus eigenlijk in, wat is het? Nou, iets langer. Een half uurtje hebben we 3 gerechten voorbereid. Dus de kwartels, die hebben we mooi ingerold met een lekkere vulling. We hebben de rosbief aangebraden met knoflook erin gestoken. En we maken van die prachtige mooie taartjes. En eigenlijk zijn we dan klaar voor morgen. We zijn gewoon klaar voor de voorbereiding. Ja, dus morgenmiddag om 12:30? Ja, tussen 12:30 en 1 gaan we starten. Tussen 12:30 en 1, ja. Dan gaan we verder. Dan gaan we alles afmaken. Dus de voorgerechten, de bijgerechten en de hoofdgerechten. En morgenochtend om 10:00, dan hebben we hier Francis in de studio. Die gaat om 10:00 haar dessert maken. En dat wordt spectaculair. Dus ik zou zeker kijken. Tot morgen, tot 10:00. Tot morgen. Dankjewel.